Vierkaterweg. We gaan hier 15 nestkastjes ophangen voor de koolmezen. En op deze manier proberen wij de overlast van de processie rups te bestrijden. Nou, daar is van alles van te zeggen. Het is een manier, een aanvulling op de gangbare wijze die wij hebben om dit te bestrijden. Normaal gesproken zuigen wij de nesten weg. We hebben nog andere middelen die we gaan inzetten, maar dit kan een hulpmiddel zijn om toch de jonge rupsjes toch te laten opeten door de koolmezen. Nou, we gaan het proberen. Mocht het helemaal niet werken, dan hebben we in ieder geval de stand van de koolmezen waarschijnlijk goed bevorderd. Dus in die zin is het al een succes. En die kan ook om deze kant worden. Wij zijn van het Ichters College praktijkonderwijs in Kampen. Leerlingen van onze school hebben een aantal nestkastjes gemaakt voor de koolmees. Die gaat er hopelijk voor zorgen dat de eikenprocessierups, dat we die een beetje kwijtraken, dat we daar niet al te veel last van krijgen, in ieder geval zonder gif te moeten spuiten. De opdracht komt van de gemeente Kampen en onze leerlingen hebben met veel plezier die vogelkastjes gemaakt en die zijn we nu met z'n allen aan het ophangen. Ja. 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 Ja.